mijn koffie. Ik vind het vandaag wel echt heel leuk. Ik ook. Kom, blijf loren nu, alsjeblieft. Hij is echt zo geen stress, dat komt wel. Zo. Wat de dokters ook mogen beweren, ik ben wel van plan om 100 jaar oud te worden. Zo. En ik ga voor je zorgen, tot die 100 jaar. Ah, dat is kei. Ik heb nog mensen meegebracht. Ja, oké. Maakt niet uit. Was het goed? Ja, het was echt. Dat was echt top. Hey. Hi. Ah ja, dat is Domi, vanuit de dierentuin. Nee, ik heb al veel over je gehoord. Nee, Robin. Deze Tommy. Je kent hem misschien wel van school. En nog van die ene keer met dat kostuum, hè, weet je nog? Ja. Hebben jullie eigenlijk nog iets gehoord van Jamil? Buiten dat bericht dat hem niet ging komen, heeft en niks meer gestuurd naar mij. Naar u? Nee. Ja, dat is typisch, hè. Als het niet over hem gaat, ja, dan interesseert het hem meestal ook niet. Hé, Noortje. Jamil. Shit, man. Ze is aan het slapen, laat haar doen. De dokter heeft gebeld. Ja? Ik moet morgen naar de dokter. Dat is geen goed nieuws. Ik ga door. Ja. Ja. Antoinette en Benna zijn die al door. Ja, dus ik ook. Doei. Daarna. Is er echt altijd zo? Hoezo zo? Ik weet niet, zo afstandelijk of zo. Maar ik denk gewoon dat hij wat veel aan zijn hoofd heeft. Ja. Gaan jullie nog iets doen? Ik ga naar huis. Die test van biologie. Ik heb die nog niet voorbereid en ik ga nog wat dingen daarvoor opzoeken. Is er geen afterparty dan? Ik denk het niet. Kom. Wat hebben de dokters al gezegd? Dat het niet goed is. En dat ik zo snel mogelijk moest komen voor de resultaten te bespreken. Wat is er dan niet goed? Ja, weet ik veel, Jamil. Wanneer mag je gaan? Morgen namiddag. Is goed. Ik ga mee met jou, hè. Dank. Jamil, jij blijft hier morgen. Ik ga op je zus letten. Maar ik wil wel niet dat je haar iets vertelt van dit allemaal. Het voor hetzelfde geld is er niet zoveel aan de hand. Ja. Niet zoveel aan de hand. Ja. Je weet het nog niet. Hè? Ja, hallo. Als het niet zo erg was geweest, dat je dat meteen geweest zegt. Hè? Ik weet het, het is niet gemakkelijk voor je. Laten we afwachten tot morgen. Hè? Ik ga bellen naar mijn werk, hè, om al vrij te nemen. Is goed? Ja, dat komt goed, hè. We gaan je best er alles sturen. Know this danger is a lesson learned. So down before you crash and burn. Yeah. If each day that gets you less, your last. Cause you never feel the moment till it's past. You never know it's till it's gone, yeah. Oh, time just keeps on ticking fast. You know. It's good for the It's a lot. Al wakker, jongen. Ja, ik wil niet slapen. Ik heb ook deze nacht genoeg dicht gedaan. Waar is mama?
is Noortje naar school gaan brengen. Ik denk een beetje haar zinnen verzetten ook. We gaan zo meteen naar de dokter. Mm. Is je er zeer uit voor, eerlijk? Ik ben blij als we naar de dokter kunnen gaan en dat we weten wat het is. Want zo, dit is het ook niet. Hè. Wat moet je gaan doen? Ja, ik ben gewoon aan het surfen. Voor borstkanker? Nee, ik wil dat woord kanker trouwens in dit was echt nog niet horen, Jamil. Zolang dat we niet weten wat er aan de hand is... Sorry. Ben je straks weer aan de dokter? Het is best dat je thuis blijft, hè. Noortje moet van school gehaald worden straks. Kunt jij dat even doen? Oké. Okay. Ja? En als jullie al honger hebben, dan kunnen jullie er eens pizza in de koelkast. Iets eten. Oh, niet dat ik blij ben of zo. Ik snap dat. De wereld draait door, man. Ik zou ook blij zijn met pizza. Zo vroeg en toch al aan het kleppen. Nee, mama heeft zo net gezegd dat ze een weekendje weggeboekt heeft voor ons twee volgende week. Dus ik had het echt nodig. En ik mag niet mee. Ja, dat is toch wel een leuk idee. Waarom niet met ons drietjes? Goh ja, ik weet niet. Ga maar gewoon met twee. Het is veel gezelliger. Ik zal wel thuis blijven. Zeg maar, ik zou dat wel liever hebben dat je bij Emma gaat logeren. Allee, ja, als dat niet te vroeg is voor Ingrid natuurlijk. Hè. Denk je dat ik allemaal zou uitspoken? Vertrouwt je mij niet? Ik zou gewoon een heel stuk geruster zijn als je niet alleen thuis bent, dat is alles. Ik zal het wel vragen. I've been a liar, been a thief. Been a lover, been a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. A little one. Kijk, bijna dat heeft iets op Facebook gepost. En zegt erbij, dank je vrienden. Zeg maar, om eerlijk te zijn, denk ik wel niet dat Robin zich zo geamuseerd heeft gisteren. Heb je zijn gezicht gezien toen dat Tommy daar ineens stond? Oké, maar wat moest ik dan doen? Ja, het is toch wel overduidelijk dat Robin meer voor je voelt dan alleen vriendschap. Kijk, hè, ik moet de laatste tijd al van iedereen horen dat Robin gevoelens voor mij heeft. Maar hij zegt het zelf niet, dus allee, moet ik dat dan gewoon van iedereen aannemen? Ja, dat zijn jongens, hè. Jamil doet ook altijd raar als het daarover gaat, hoor. Exact. Gewoon niks zeggen, maar dan wel kei rot gaan doen. Doe gewoon niet aan mee. Ja. Maar ik denk dat ze ons soms ook wel raar vinden, hoor. Zeg, mijn mama heeft eigenlijk Patje uitgevraagd. Allee, voor dat weekend toch? Oh, dat is spannend. Ja, dan naar mij gevraagd of ik niet bij u kon blijven slapen. Ah, ik denk niet dat dat een probleem is. Oké. Okay. En nu wil ik eigenlijk voorstellen of ik niet gewoon kan zeggen dat ik bij u blijf slapen en ik dan gewoon alleen thuis blijf. Alleen? Ja, misschien met twee. Jij hebt plannen met Tommy, of wat? Maar Lore, wat zeg jij van plan eigenlijk? Allee, stel dat je mama dat te weten komen. Toch niet te weten komen en... Tommy en ik, we zijn op dit moment toch nog gewoon vrienden, dus... Ja, ik heb jullie wel bezig gezien, hè? Ja, oké. Ik vind hem echt grappig en ik ga te strijken als hij er is. En ik voel me ook goed bij hem. Robin is daar. Yo. Hi. Hey. Ça va? Ça va, bijna vakantie, hè? Ja. Kijk er al naar uit. Ga je nog iets doen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga in ieder geval niet gaan skiën bij Stefan en Guillaume. Ja. Maar misschien kunnen we met ons vieren iets doen. Ja. Allee, Jamil die mag nu toch weer buiten, dus... Ik denk eigenlijk niet dat dat zo'n goed idee is. Jamil heeft al die dingen met zijn moeder nu, dus... Wat is er met zijn moeder? Niks eigenlijk. Als Jamil iets wil zeggen over zijn moeder, dan gaat hij dat zeker doen. Oké. Okay. Snap jij het? Nee. Dus jullie hebben nog één week om te werken aan die opdracht over die diversiteit. Nu, volgende week is het vakantie, dus ik wil geen excuses horen van dit of dat. Hè. Zijn er eventueel nog vragen of problemen daar rond? Of is alles duidelijk? Oké, dan. Tot de volgende les. We gaan zo hard mogen doorwerken aan die taak. Ik weet het, maar ik moet ook nog gaan werken. Hè. Ja, toch niet elke dag van de week. Nee, maar toch wel veel. Ja, Domi gaat ook elke dag, hoor. Die is gesot.
Je hebt toch ook een dagje overgelaten voor ons met vieren, hè? Ja, maar kan ik Domi dan niet gewoon meenemen? Ja, en ik zal Domi meenemen, zeker. Ja, oké, dat is misschien niet zo'n goed plan. Nee, laat het maar gewoon met ons vier houden, niet? Ja. Dat is ook al heel lang geleden dat we nog iets gewoon met ons vier hebben gedaan. Ja, dat is waar. Ik hoop dat Jamil dan meekomt, want ik vond het wel echt raar wat Robin allemaal zei over Nadja. Ik dacht gewoon, maar als er iets was, dat je dat wel tegen ons zou zeggen, toch? Ja. Ik ga hem berichtjes sturen. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever call my name, you will find out the weapon. Maar waarom moest jij mij eigenlijk komen halen? Mama en papa moesten nog iets doen. Ze gaan nu vertellen wat. Kom. Kom maar binnen. Waarom is mama aan het zwemmen? Slecht nieuws of wat? Over hem geweest, Laura. Jullie hebben dus een ander verhaal. Nu zijn met andere dingen bezig en zo. Sorry hoor. Vind je het niet te triestig? Niet meer aan hem denken. Dat zou pas droog zijn. Ja, dat is ook waar. Robin, als je erover wilt praten. Ja, oké. Ik vond precies dat hem het nog goed opnam. Gevoelens uiten is niet echt zijn sterkste vak. En hij kan wel heel goed zich stoerder voordoen dan dat hem is.